Goedemiddag op deze woensdag, het is 2 februari. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Sorry voor het slechte licht. Dit is iets beter, ik zit nu meer in de hoek. Ik heb gisteravond televisie gekeken. Ik heb allereerst gekeken naar Goede Tijden. Nou ja, waar ik al een beetje bang voor was, gebeurde. We hebben maandag de uitzending gezien waarin een verkrachting plaatsvond. En Saskia Verduin is verkracht en die... Die vertelt gewoon niet. Ik zie haar gewoon weer de mond. En daar was ik al wel een beetje bang voor. Vind ik alweer onwijs irritant. Maar goed, dat zal wel weer een langdradig iets worden. Daarna heb ik Married at First Sight gekeken. En het was wel weer leuk om naar te kijken. Maar ook daar merk ik dat ik irritatie krijg naar bepaalde mensen. Dat ik het gewoon irritant vind hoe sommige mensen het doen. En ja, dat heb je soms, maar het is dan niet bepaald leuker om te kijken. Ik merk sowieso de laatste tijd gewoon wat meer irritatie. Voorbeeld wat ik kan noemen is omtrent de mondkapjes. Dat ik gewoon merk dat als ik in de winkels loop of ik zie het op televisie, dat mensen dat mondkapje niet goed dragen, dat ze die neus vrij laten. Zie ik het ook heel veel bij winkelpersoneel en aan de ene kant denk ik van, ik snap het, als je de hele dag met zo'n kapje op moet lopen, dat je het gewoon onwijs benauwd krijgt. Maar goed, iedereen moet het, weet je, het is gewoon iets wat moet. Ik merk zelf ook, ik krijg er ook heel erg benauwd van. Ik bedoel, ik loop echt niet meer heel fijn in de winkel rond, want ik wil gewoon zo snel mogelijk dat kapje weer af. Nou, moet het vooral heel koud zijn dat je van buiten naar binnen gaat en je bril beslaat helemaal. Dan krijg ik op een gegeven moment heb ik echt zoiets van, oh, ik krijg amper lucht en zo. Dus ik snap het aan de ene kant wel, dat je die neus vrij wil houden. Maar ja, het is natuurlijk niet zoals het moet. En ik kan me daar zo aan irriteren dat mensen daar dan niet door op hun vingers getikt worden. Als winkelpersoneel zijn van, joh, draag je mondkapje nou eens goed. Dus ik vind het gewoon best wel vervelend. Maar goed, ik heb dus gewoon wat meer irritatie de laatste tijd. En ja, zo had ik dat dus gisteren ook bij Married at First Sight. Ik ben daarna de vlog verder in elkaar gaan zetten en ik heb de foto's bewerkt, dus dat is allemaal wel goed gekomen. Het artikel van Catrice is ook bijna klaar, dus dat is ook top. Daarna ben ik de Zinner gaan kijken, wat wel weer heel spannend was. En toen heb ik nog Witsen gekeken. Mijn boek is uit, dus ik mag vanavond ook weer een nieuw boek uitkiezen. Dus wat dat betreft was het wel een goede avond. Ik heb een pakketje binnengekregen en daar zal ik even wat meer over vertellen. Ik had een telefoonhoesje gezien, eigenlijk al heel lang geleden. Toen had ik zelfs mijn andere telefoon nog. Maar toen had ik zoiets, omdat ik toen wist dat ik voor een ander toestel zou gaan. Van nou, ik ga hem ook niet bestellen, want ja, ik ga toch bijna een andere uitkiezen. Maar ja, toen ik dat toestel heb gekregen, toen heb ik daar op dat moment ook al een hoesje bij gekocht. Dus ik had zoiets, nou, ik hoef nou voorlopig nog geen andere. Maar dat hoesje bleef toch in mijn hoofd zitten en ik wilde hem steeds wel heel graag hebben. Maar ik zag ze al een tijdje niet meer op internet staan. Dus ik had dat bedrijf gewoon een mailtje gestuurd van, joh, komen de hoesjes nog terug? Want ja, zo en zo. En hoe zit het met de leeftijd? Er stond bij dat er 2 weken leeftijd op zat. Toen kreeg ik heel netjes een mailtje terug van, nou, we hebben ze eigenlijk, zetten ze in februari, komen ze weer terug. De leeftijd is zo dat we die hoesjes speciaal moeten drukken, dus ze hebben ze niet standaard op voorraad. Maar we hebben nog wel een aantal liggen, dus voor welk toestel zou je hem willen hebben? Dan kan ik kijken of voor dat toestel eventueel is. Nou, toen bleek dus dat ze voor dat toestel van mij nog 1 hoesje hadden. Dus toen stond er ook echt bij van, nou, moet je even maar laten weten wanneer je hem zou willen bestellen. Want dan kunnen we hem op dat moment online zetten en dan kan daarna gewoon die hele hoesjes kunnen we weer offline halen. Dus ik had eigenlijk afgesproken, nou, doe maar dinsdag 1 februari rond 12:30 's middags. Ze hadden me heel netjes van tevoren nog mails gestuurd dat die al online stond. Ik heb dat hoesje besteld. Maar ik was een beetje dom, want ik had per ongeluk mijn postcode verkeerd ingevuld. 1 lettertje verkeerd. Cijfertje verkeerd, sorry. Dus toen kwam ik daar gisteren aan het einde van de middag achter. Dus ik had nog wel een mailtje gestuurd van, kan het nog aangepast worden? Maar hij was net met de post mee. Ik zeg, nou ja, goed. Ja, hun ervaring was dat het hoesje dan eigenlijk niet aan zou komen. Ik zeg, nou, ik wacht het wel gewoon af. Toen heb ik nog even met PostNL gebeld. Dat was ook een gebed zonder end, want er kwam ik bijna niet doorheen. Dat was echt heel moeilijk om iemand aan de lijn te krijgen. Uiteindelijk iemand aan de lijn gekregen. Eigenlijk een beetje gevraagd van, joh, krijg ik dat hoesje dan nog wel binnen of hoe zit dat? Ik moet even mijn batterij vervangen. Zo, weer terug met een volle batterij. Nou, hij snapte inderdaad dat ik belde en hij zei ook van, nou,
Over het algemeen, als het om één lettertje gaat, het is natuurlijk wel postcode huisnummer gerelateerd, maar wordt dat nog wel eruit gehaald, zo'n fout? En eigenlijk komt het pakketje meestal wel aan, alleen het kan een dag langer duren. Maar mocht je binnen een week niks hebben gehad, kun je altijd eventjes contact weer opnemen met waar je besteld hebt. Want in sommige gevallen worden de pakketjes ook teruggestuurd naar het bedrijf waar je besteld hebt. Maar toen keek ik gisteravond in de PostNL-app en toen zag ik dat die er alsnog in stond. Dus welk hoesje is nou binnengekomen? Mij niet bellen. Dus deze heb ik mooi binnengekregen. Daar ben ik heel blij mee. Hij is gewoon van siliconen. En ja, ik vind hem echt super, super leuk. Dus ik ben er heel blij mee. Dus die ga ik straks gelijk even om mijn telefoon heen doen. Hij is mooi zwart. En ja, de tekst is mooi wit. Dus dat vind ik super fijn. Ik had ook zegels binnengekregen voor het Plus boodschappakket. Die had mijn moeder opgestuurd. Want die had van heel veel mensen zegels gehad. En ik spaar altijd wel mee, maar meestal krijg ik het zelf niet voor elkaar. Want ik doe wel boodschappen bij Plus, maar ik heb daar niet voor hele grote bedragen. Dus die had heel veel zegels, die had ze naar me opgestuurd. Dus nu heb ik ook het pakket bij elkaar. Dus, ik ga nu eventjes lekker poetsen hier. Eventjes lekker weer de boel schoon en de kleden even wassen. En dan, ik neem jullie gewoon weer mee. Dus ik ga straks nog eventjes beginnen met de nieuwe doodles van februari. En die wil ik met potlood gaan inkleuren in plaats van met stift. Goed, ik ga jullie gewoon meenemen en dan ga ik nu eerst even lekker aan de gang. Nou, ik heb even het gordijn dicht gedaan, want ik zit hier echt pal met mijn neus in de zon. Maar hij zit erom, maar niet bellen. De aansluiting is iets lastiger, omdat ik dus zo'n screen op de camera heb zitten. Dus daardoor heeft hij er iets meer moeite mee om helemaal de bovenkant erin te schuiven. Maar op zich, hij is wel goed beschermd. Als ik een beetje goed doorduw, komt dat op zich wel goed. Maar ja, dat is gewoon eventjes. Ik wist niet dat er eigenlijk al zo'n beschermstukje op zat. Maar ben er wel heel blij mee. Dus die zit er mooi omheen. Hier is lekker de boel ook schoon. Daar ben ik heel blij mee. Alles lekker gedaan. En ja, eigenlijk wel heel lekker. Nou, de zegels zijn geplakt. En ik heb ook met de nieuwe doodles ben ik begonnen. Die ben ik dus nu gaan inkleuren met potlood. En ik ben eigenlijk heel verbaasd hoe mooi het resultaat daarvan is. Want ik was eigenlijk altijd alleen maar van, oh, ik kleur alles met stift in. Maar ik merk nu pas hoe mooi ik potloden ook vind. Dus ik denk dat dat ga ik nu wel lekker voortzetten. Want het ziet er echt heel mooi uit. Als ik eraan denk, kan ik het morgen nog wel eventjes aan jullie laten zien. Want ik ben zelf echt super enthousiast. Ik ga nu nog even lekker relaxen. De kleden zijn zo klaar, dan kunnen ze lekker weer erop. Alles is heerlijk schoon, dus dat geeft een heel fijn gevoel. Vanavond heb je de Snackmasters. Ze gaan Twix maken. Nou, daar ben ik heel erg benieuwd naar. Ik vind Twix ook wel lekker. Dus ja, dat vind ik wel heel leuk om te zien. Verder ga ik even sterk naar het arm kijken, mits het geen herhaling is. Want ik heb zo'n gevoel dat het een herhaling is. Maar dan moet ik even kijken. Verder ga ik nog een thumbnail maken voor de vlog. Want de vlog is verder af. Ik moet even mijn artikel schrijven. En ga ik verder met de Sinner en ga ik ook weer witsen kijken. Dus verder niet heel spectaculair. Maar ik heb wel zin in die ja, Snackmasters. Want ik vind dat toch wel heel erg leuk als ze Twix gaan maken.
Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ja, ik zou bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze donderdag. Het is 3 februari. Ik ben klaargemaakt. Het is vrij koud ook. Ik heb lekker een trui aan. Er zou ook regen voorspeld zijn. Dat heb ik nog niet gezien, maar ik merk wel dat het weer een wat donkere dag is. Maar ik vind het wel gezellig altijd. De planning voor vandaag is eigenlijk gewoon stofzuigen en de kattenbakken doen. Nou ja, even scheppen zeg maar. Daarna ga ik een video opnemen en ik ga even bullet journalen. Dus dat is eigenlijk wat ik vandaag ga doen. Ik heb gisteren de Snackmasters gekeken en dat was echt super leuk. Ze gingen de Twix namaken. En dan kom je er eigenlijk pas achter hoe moeilijk proces dat eigenlijk is om zo'n product te maken. Er zitten bijvoorbeeld in het biscuitje zitten een aantal gaatjes. Ja, en als je gewoon zo'n Twix natuurlijk gaat eten, heb je dat helemaal niet in de gaten. Maar ja, in dat programma wordt zo'n Twix helemaal ontleed en ze laten ook in de fabriek zien hoe ze het maken. De chefs hadden vooral moeite met het maken van het biscuitje en ook met de karamel. Dat was vrij lastig, want je hebt dus het biscuitje, daar gaat een laagje chocolade op. Daar doen ze de karamel op en dan wordt die uiteindelijk weer in de chocolade gedompeld. Maar er zitten ook van die soort van ribbeltjes op en dat was allemaal best wel een lastig proces. Maar ik vond het wel heel leuk om te zien. De chef die ik hoopte dat zou winnen heeft helaas niet gewonnen, maar het was evengoed wel heel leuk om te zien. Daarna heb ik even Steenrijkstraat Arm gekeken. Was ook wel een hele mooie uitzending. Dus ja, dat vond ik ook wel weer leuk. Ik heb mijn artikel geschreven en ik heb een thumbnail gemaakt. Het was allemaal niet zo heel veel werk. Daar was ik vrij snel klaar mee. Dus dat scheelde weer. En daarna ben ik de Sinner gaan kijken. Ik ben nu bijna door seizoen 1 heen. En toen had ik witsen. Dus dat was verder ook de avond. Dus eigenlijk wel dikke prima. Ja, ik ga nu eventjes, ik heb een spraakbericht, die ga ik even afluisteren. Dan ga ik daarna eventjes eerst maar even stofzuigen en de spullen klaarzetten om te filmen. En dan ga ik eerst even een video opnemen. Dus ja, ik ga jullie gewoon weer meenemen vandaag. Ik zou even de doodles laten zien die ik dus nu met potlood inkleur. Dus zo ziet dat er dus nu uit. Ik vind het echt wel heel erg mooi, dus ik ga dit lekker voortzetten. Dus ik ben daar wel heel erg blij mee. Zo zie je ook even het resultaat een keer met potlood. Zo, inmiddels heb ik de verwarming een beetje aangedaan. Ze hebben net een eten op. Ik vond het toch wel fris worden. De video staat er in ieder geval op. Ik heb alles alweer netjes opgeruimd. En ik heb eventjes de bullet journal de septembermaand afgerond. Dus ik kan nu met oktober beginnen. En ja, het loopt nog steeds weer heel erg achter. Maar ik lees toch ook heel veel
op pagina's dat mensen daar wel meer last van hebben, omdat sommigen gewoon even de flow niet hebben. Nou ja, ik heb de flow wel, maar het gaat gewoon even niet zo snel. Dus, maar goed, het was wel even fijn weer even bezig te zijn. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd wat jullie van de doodles vinden als je ze met potlood inkleurt. Ik weet niet of jullie zelf aan doodles doen of hoe jullie ze dan inkleuren. Want iedereen doet het op zijn eigen manier. Want sommigen doen het echt in een boekje. En ja, ik doe het altijd op los papier. Dus het is echt heel divers. Maar goed, het was allemaal wel weer even lekker om gedaan te hebben. Ik ga zo in ieder geval nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Ik weet eigenlijk nog niet wat ik na goede tijden wil gaan kijken. Misschien dat ik de film Bohemian Rhapsody wil gaan kijken. Want die heb ik op mijn computer staan. Misschien dat ik die wel even ga kijken. Want ik ben er ergens ook wel benieuwd naar. Dus even kijken of dat een optie is. Ik moet sowieso wel foto's bewerken vanavond. Het Catrice-artikel is inmiddels wel af. Maar die heb ik ingepland voor zondag. Ik ga sowieso wel de Sinner kijken. En Wits. Ik denk ook even dat de nagellak eraf gaat. Want het ziet er niet heel mooi meer uit. Ik heb best wel wat beschadigingen. Daar kan ik dan niet zo goed tegen. En ik vind het ook altijd wel lekker als de nagels even een paar dagen kunnen luchten. Voordat er weer een nieuw lakje op gaat. Maar eigenlijk was het, ben ik wel tevreden over vandaag wat ik allemaal heb kunnen doen. Dus dat is wel lekker. Ik hoop in ieder geval, nou ja, vannacht nog even één keer in mijn bed. Ja, voelt nu niet zo heel lekker meer, omdat ik er best wel in heb lopen zweten. Maar morgen ga ik hem lekker verschonen. Dus ik hoop in ieder geval dat ik vannacht zonder nachtmerrie slaap. Want ik had dus afgelopen nacht een nachtmerrie. En dan word ik helemaal badend in het zweet wakker. Dat is zo verschrikkelijk. Ik weet niet of het herkenbaar is voor mensen, maar oh, ik vind het zo vies. Maar goed, ik ga nu in ieder geval eventjes lekker relaxen. En dan ga ik jullie gewoon morgen weer zien. Goedemiddag op deze vrijdag. Het is 4 februari. Ik ben klaargemaakt. Het is aan het regenen buiten. Ik vind het wel gezellig. Maar kijk, deze dikke druppels op mijn raam. Ja, ik vind het op zich wel gezellig, want ik ben lekker binnen. Dus dan is het niet zo erg. Ik had net een knoopje in mijn ketting. Die heb ik met pijn en moeite uitgekregen, want ik kan daar niet tegen knopen in mijn kettingen. En het is best wel een dun kettingje, dus het gebeurt best wel snel en makkelijk. Maar hij is er weer uit. Ik heb gisteravond film gekeken en dat doe ik niet zo heel vaak, want over het algemeen kijk ik liever series dan films. Maar de film Bohemian Rhapsody die wilde ik heel graag zien. Dat is eigenlijk wel heel erg grappig, want Queen is natuurlijk heel ver voor mijn tijd. Ze bestaan inmiddels nog steeds. Nu zit Adam Lambert erin. Die nummers wil ik ook niet horen, want ja, als ik aan Queen denk, dan denk ik toch aan de markante stem van Freddie Mercury en dat past daar wel bij. Het bekendste nummer wat ik eigenlijk kende was We Are the Champions. En dat kwam ook omdat dat best wel vaak terugkomt. Als Ajax weer eens kampioen is geworden, dan draaien ze dat nummer. En daar krijg ik dan ook echt kippenvel bij. En toen kwam ik rond september op Facebook een filmpje tegen. Waarin dus een lijf op streden stond van hun met het nummer We Are the Champions. En dat heb ik eens afgeluisterd. Dat was ter ere van zijn geboortedag. Geboortedag van Freddie. En toen dacht ik, jeetje, die man die kon dus niet alleen goed zijn nummers inzingen, maar kon live ook heel goed zingen. En dat is natuurlijk nog wel eens een verschil bij heel veel artiesten. Want ja, vooral door de tegenwoordige techniek kan eigenlijk iedereen zingen. Ja, ze kunnen het zo aanpassen waardoor een nummer er heel mooi uitziet, maar dan is het live niet om aan te horen. Dus toen ben ik eens me erin in gaan verdiepen en toen kwam ik eigenlijk nog wel meer nummers tegen. Dat ik dacht, oh, die was ook van hun. Eigenlijk hebben ze best wel leuke nummers gemaakt. Toen dacht ik dus ineens van, oh ja, die film. Dus die heb ik toen binnen weten te halen. Maar eigenlijk nog niet echt het moment gevonden om ernaar te gaan kijken. Omdat de televisie weer heel erg leuk was. Dus ik dacht, nou, dat komt wel. Nou ja, gisteravond was er niet zo heel veel op televisie wat ik leuk vond. Je had wel Marble Mania, maar ik vond de gasten niet zo heel aansprekend. Daar had ik niet zo heel veel mee. Dus ik dacht, nou, weet je, ik ga lekker die film kijken. Hij duurde wel lang, 2 uur en 14 minuten. Maar het was wel heel leuk. Je ziet eigenlijk het begin, hoe hun bij elkaar zijn gekomen. Hoe ze eigenlijk een label krijgen die hun platen wil uitbrengen. Op een gegeven moment is er zelfs wel een beetje gezeik geweest. Toen hebben ze Killer Queen uitgebracht en het label had zoiets. Jullie gaan dit nummer maar in een remake doen. En hun zeiden, nee, wij willen Bohemian Rhapsody uitbrengen. Nee, dat ging niet gebeuren, want het nummer duurde 6 minuten of zo. En als je krijgt op de radio maar 3 minuten om het te spelen. Na heel veel discussie hebben ze dat nummer uitgebracht. Ja, het is een heel groot succes geworden, want het staat elk jaar nog steeds in de top 2000. Aan het einde van het jaar opeens het altijd Queen Bohemian Rhapsody.
Je zag eigenlijk ook wel een beetje de periode dat Freddy het een beetje te hoog in zijn bol kreeg, die een beetje verwaand ging doen. Het was in die tijd ook zo dat wie het nummer schreef, die kreeg de credits en die kreeg ook het meeste van de opbrengst. Dat stond de bandleden op een gegeven moment toch wel tegen. En na een flinke ruzie hebben ze toen gezegd: we willen gewoon dat iedereen, dat het geld gelijk verdeeld wordt en dat de nummers die geschreven worden gewoon van Queen zijn en niet jij hebt het geschreven, dus jij krijgt het meeste geld. Ja, het meeste geld ging dan toch naar Freddie en Brian May, want hun schreven de meeste nummers. Je zag ook op het moment dat hij zijn naam veranderde, dat vond zijn vader helemaal niet goed, want hij is niet geboren als Freddie Mercury, maar hij heette anders. Ik vind het een hele moeilijke naam, dus ik ga het niet eens proberen om uit te spreken. En zijn vader vond het echt wel dat hij hun verloochende, zijn afkomst en zo. Op het moment ook dat hij toch wel toegaf dat hij op mannen viel, want hij was eerst met een vrouw samen en hij zei ik ben biseksueel, toen zei ze nee, je bent gewoon homo, Freddy. Dus nou ja, goed, toen is hij best wel een wild leven gaan leiden. Op een gegeven moment zag je het moment dat hij inderdaad de diagnose AIDS kreeg. Ik had wel verwacht dat daar wat meer over in zou zitten, dat je daar nog wat meer van zou zien, maar dat was verder niet. Toen zag je eigenlijk het optreden van Live Aid en toen was de film ook afgelopen. Wel een paar opvallende details waar ik dan weer naar kijk. Ik heb zelf ook de originele beelden gezien van Live Aid. En dan zie je dus dat hij op zijn arm wat donkere plekken heeft zitten. Waarvan je in eerste instantie denkt hij heeft zich gestoten. Maar het waren dus op plekken van AIDS. En dat hadden ze bij deze acteur niet gedaan. Dus ze hadden eigenlijk op die ene arm ook wat plekken moeten maken. Waarvan het al een beetje begon te lijken dat hij dus inderdaad AIDS had. Maar het was echt wel een hele mooie film. Ik vond het echt wel heel erg mooi. Ik was op een gegeven moment vroeg me wel af hoe hebben ze die muziek gedaan? Kan deze man zo goed zingen? Maar nee, ze hadden wel de originele stem van Freddie in die muziek gedaan. Ik dacht ook al, je kan dit nooit zo goed nadoen. Maar ik heb er wel van genoten. Ik heb mijn foto's bewerkt en ik heb daarna lekker weer de Sinner gekeken. Ik ben nu bijna door seizoen 1 heen. En daarna had ik nog Witsen. Dus op zich een lekker avondje. Dus wel van genoten. Ik heb weer niet zo lekker geslapen. Ik had weer heel veel nachtmerries, dus dat was wel even weer minder. Maar goed. Ik ga zo lekker de slaapkamer doen. Lekker mijn bed verschonen. Daar heb ik wel zin in. En ja, daar ben ik wel weer even zoet mee. Dus dat ga ik zo lekker doen. Dus ik ga jullie meenemen. Ik ga eventjes stofzuigen. En dan ja, ga ik eventjes lekker aan de gang. Ik heb ook wel zin om mijn bed te verschonen. Want ja, met dat gezweet, met die nachtmerries, dat werkt gewoon niet zo goed. Was er verder nog iets wat ik wilde zeggen? Ik dacht net nog aan iets en ik ben het even kwijt. Maar het zal vast niet belangrijk zijn geweest. Ik ga nu in ieder geval even lekker aan de gang, dus ik ga jullie meenemen. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. Gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. That's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first.
Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Zo, lekker weer. De slaapkamer klaar. Ik heb zelfs toen de katten net aan het eten waren even mijn slot dicht genaaid. Kijk, die zit nou weer helemaal mooi dicht, want ja, die ging steeds verder open. En ik heb gewoon eigenlijk de gaatjes gevolgd waar het steeksel uit was. Ik wist niet dat het dicht gestikt was, maar daar kwam ik dus nu achter. Het is niet perfect, maar hij zit weer dicht, dus dat is natuurlijk top. Ja, lekker alles weer klaar. Slaapkamer schoon, weer lekkere schoon bed. Daar word ik wel heel blij van. Klein beetje hoofdpijn nu. Dan doe ik in één keer in korte tijd even heel veel. Dan is het soms net even te druk. Mijn speaker was leeg, dus ik had op een gegeven moment ook geen muziek meer. Dat is ook niet echt lekker, want het is wel lekker als je gewoon muziek erbij hebt. Maar goed, ik ben in ieder geval blij met een schone slaapkamer. En vanavond ga ik heerlijk genieten van een schoon bed. Ik heb nog even met Nathalie geappt ondertussen, dus dat was ook wel even leuk. Ik ga nu zo nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. En zo even wat drinken, want ik heb een beetje een droge keel. Vanavond heb je lekker weer Flikken Maastricht. Daar heb ik heel veel zin in. Ga ik daarna even Down the Road kijken, want dat heb ik nog niet gezien. En mijn moeder zei dat het ook best wel een beetje zielig was, dus ik ben wel benieuwd. Verder ga ik gewoon mijn artikel schrijven. Ik moet geloof ik nog een paar foto's ook eventjes nog bewerken. Die zijn nog niet helemaal af. Maar dat kan vanavond ook nog wel even voor Flikken Maastricht komt. Verder ga ik mijn video in elkaar zetten. En ga ik uiteraard weer de Sinner kijken. En vanavond ga ik verder met Doc 12. Dus op zich wel een fijn avondje voor de boeg. Ik ga nu dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu eerst even lekker relaxen. Ik ben benieuwd, ik heb net een berichtje gestuurd in een groepsapp dat mijn slof weer gemaakt is. Ik ben benieuwd wat ze zeggen. En ja, het regent in ieder geval nog steeds, dus dat is nog steeds wel gezellig. Ja, ik ga nu lekker relaxen, dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag, het is zaterdag, het is 5 februari. Ik ben klaargemaakt. Ik heb vandaag niet heel veel op de planning. Ik ga boven even verder. Ik moet even kijken hoe en wat ik verder kan. En ja, ik heb allerlei plannen. Dan kan ik zo boven wel eventjes laten zien wat ik van plan ben. Maar dat kan nu nog niet, want ik heb die spullen gewoon nog niet. Dus dat wil ik sowieso doen. Ik kan sowieso nog even een stukje schoonmaken. Daarnaast heb ik een nieuw protectortje voor mijn camera binnen gehad. En dit zijn gewoon protectortjes voor op de camera zelf. Ik heb er nu een hele dikke omheen zitten, maar die werkt dus niet in combinatie met mijn nieuwe hoesje. Omdat daar al een beschermgedeelte op zit die het omhulsel van de camera beschermt. Dus dan wil ik gewoon even protectjes op de camera plakken. Dus dat wil ik sowieso even doen en ik ga even bullet journalen. Dus dat is eigenlijk ook wel de planning voor vandaag. Gisteravond heb ik Flikken Maastricht gekeken en ik was eigenlijk een beetje boos, want het ging over dierenmishandeling. Uiteindelijk kwamen die twee zaken tot elkaar. En dat meisje had in die kat een bamboestok gestopt en die had ze aangestoken. En daardoor is de brand bij de buurman veroorzaakt. Maar ze had dus heel veel dieren mishandeld. En ik werd zo kwaad op dat kind. Ik had gewoon zin om met dat kind te gaan voetballen. En ik weet wel, het is gespeeld. Maar weet je, dit bestaat in het echte leven ook. En ik word er zo kwaad van dat... Ja, dit soort dingen bestaan gewoon, dat mensen überhaupt dieren kunnen mishandelen. Ik vind dat zo verschrikkelijk. Dus het was wel een mooie uitzending, maar ik voelde echt wel een beetje woede, omdat ik daar gewoon niet tegen kan.
Nou, daarna heb ik eventjes Down the Road gekeken. Het was alweer begonnen. Dat was een beetje jammer, maar het was ook wel een hele mooie uitzending. Inderdaad, ook wel een beetje zielig aan het einde. Maar het was wel een hele mooie uitzending weer. Ik heb een video in elkaar gezet. Ik heb mijn artikel geschreven. Daarna ben ik de Sinner gaan kijken. Deze aflevering gaf heel veel duidelijkheid wat er nu allemaal speelde. Dus vanavond heb ik de laatste aflevering van seizoen 1. En daarna heb ik even Doc 12 gekeken. Het is best wel leuk om naar te kijken, maar ik snap ook wel dat het bij één seizoen gebleven is. Want het is eigenlijk ook wel heel erg slecht als je ernaar kijkt en je ziet de politie-series van tegenwoordig. Dan denk je ook wel, oké, dit is echt ook wel slechtheid van de bovenste plank. Maar op zich is het wel grappig om naar te kijken. Ik ga nu eerst maar even stofzuigen en dan ga ik eventjes de dingetjes doen. En dan ga ik jullie gewoon weer meenemen. Dan ga ik wel even zien hoeveel ik kan filmen. Dus tijd om even wat te gaan doen. Ik had trouwens van de gemeente een briefje gekregen. Ik kan nu 2 gratis corona zelftesten ophalen. Dus op zich wel goed geregeld. Ook omdat corona zelftesten staat in het briefje best wel duur is. Die duur zijn, moet ik zeggen. Volgens mij betaal je voor 1 zo'n test bijna 3 euro. Dus voor sommige mensen is dat natuurlijk gewoon helemaal niet betaalbaar. Dus op zich wel netjes dat de gemeente dan zelf 2 van die testen aanbiedt. Dat je die gratis op kan halen. Ik denk eigenlijk wel dat heel veel gemeentes dat moeten zouden aanbieden. Vooral omdat het nu heel belangrijk is. Dus ik vind het wel fijn. Dan kan ik in ieder geval weer 2 gratis testen ophalen mocht ik ze nodig hebben. Ik heb hier een tas staan en hier zitten spullen in waar ik nog wat mee wil doen voor een video. Deze pads zitten erin. Sharp ink pads. Het spiraalblok. En deze zit erin. Daar is nog een video voor aangevraagd. Nou, dan lopen we even door. Dan hebben we hier een bak staan. Hier zitten alle spullen in die ik nog wil gaan reviewen voor mijn blog. Hier zitten nog kruidvatspullen in. Dan heb ik daar zo'n heel klein kastje. En ik hoop eigenlijk dat ik nog weer zo'n kastje terug kan kopen. Ik weet dat die ooit bij Xenos vandaan komt. Nou is Xenos niet heel makkelijk te bereiken, want die heb ik niet. In ieder geval zo'n soort kastje, dan kan ik alles gaan ordenen. Doe ik dan stickers op plakken met ogen, lippen, gezicht. Dat soort dingen. Dan kan alles uit die doos kan in zo'n kastje. Maar goed, dat kan ik nu dus nog niet doen. Dus ik ga nu gewoon een stukje schoonmaken nog. Even kijken wat ik wel kan doen. Dus ik ga nu eerst dat maar eventjes doen, denk ik. Iets minder kunnen doen dan ik had gehoopt. Ik vind het gewoon boven nog steeds een beetje lastig. Het kwam niet echt uit mijn vingers. Ik heb jullie geprobeerd er wel bij te zetten, maar het viel allemaal niet zo mee. Ik heb inmiddels de glaasjes erop zitten, dus dat zit in ieder geval weer mooi. Dus die zijn nu heel mooi beschermd nu. Nu past het hoesje echt perfect, want kijk, nu zie je de randen, die zijn ook gewoon heel mooi aangesloten. Daar ben ik heel blij om. Ik had net nog even een probleem, want ik had nog een kwast besteld bij de Bijenkorf. En ik heb een heel ander artikel gekregen, dus deze moet ik nu retour sturen. Dus die moet ik eventjes aan gaan melden. En ik heb er al wel eventjes over gebeld van dit klopt niet. Nu krijg ik wel een kortingscode dat ik dan het artikel wel met korting kan bestellen. Maar het is wel een beetje vervelend in ieder geval.
Maar goed, ik heb nog wel even lekker gebullet journal. De voorkant van januari is nu in ieder geval af. Nu ga ik verder met februari. Maar ik ga proberen jullie morgen nog wel eventjes ergens bij te zetten. Want ja, het kwam vandaag gewoon niet echt uit mijn vingers. Ik weet het gewoon niet zo goed. Ik ga nu even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond heb je weer weet ik veel. Ik ga wel weer meedoen. Ik hoop wel dat die app nu wel meewerkt. Want anders dan ben ik er op een gegeven moment zo klaar mee. Ik ga verder eventjes het roer omkijken. Ik wil alvast het grootste gedeelte van de vlog in elkaar zetten. Uiteraard de laatste aflevering van de Sinner van seizoen 1. En verder ga ik eventjes Doc 12 kijken. Dus dat wordt verder de avond. Lente is gezellig bij mijn moeder aan het logeren dit weekend. Dus misschien gaan ze nog wel even video bellen, maar dat wacht ik wel eventjes af. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien, want ik ga nu in ieder geval niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze zondag. Het is 6 februari. Het is lekker regenachtig. Het begon gisteravond al heel hard te regenen en te stormen. Ik had op een gegeven moment een beetje het gevoel, hey, Storm Corrie lijkt wel terug te zijn, want het was zo hard aan het waaien en aan het doen. Maar het was wel lekker. Nu is het gewoon een regenachtig dagje. Ik heb gisteravond weet ik veel gekeken. Ging nu goed met de verbinding. Ik had mijn apparaat niet verbonden met de televisie. En dat ging gewoon beter. Want ik kan niet, het ook niet verliezen als je reclame hebt. Ik had helaas geen voldoende. Maar wacht, ik was op zich nog wel tevreden met wat ik allemaal wist. Dus dat was wel fijn. Daarna heb ik even het roer omgekeken. Dat was ook wel mooi. Helaas kwam gisteravond ook het trieste nieuws van een jongetje Ryan. Die sinds dinsdag in Marokko in een put zat. Hebben ze dagen geprobeerd te bevrijden. En dat is gisteravond uiteindelijk gelukt. Maar die is helaas overleden. Ik was er al wel een beetje bang voor. Van hoe komt zo'n kindje uit zo'n put. Als je er al vanaf dinsdag in zit zonder eten en drinken. Ja, ze konden er gewoon niet bij komen. Want het was allemaal heel lastig. Dus ja, helaas een tragische afloop. Ik heb de vlog voor het grootste gedeelte al in elkaar gezet. Toen ben ik de laatste aflevering van de Sinner gaan kijken van seizoen 1. Dus vanavond begin ik met seizoen 2. Werd heel veel duidelijk. Het was uiteindelijk, ja, was wel heel spannend. Ik ben toch wel enthousiast geworden. En daarna had ik Doc 12. Want het was eigenlijk nu ook best wel een spannende aflevering, moet ik zeggen. Ik zei gisteren nog van ja, eigenlijk stelt die serie niet zo heel veel voor. Omdat je kunt zien dat het niet zo heel goed is. Maar ik vond deze aflevering toch wel spannend. Ik ga zo meteen eventjes stofzuigen en groenten afhalen. Dan ga ik nog eventjes naar boven om te kijken of ik nog even wat kan doen. En dan ga ik daarna eventjes fotospullen uitzoeken en foto's maken. Dus dat is het ook. Ajax moet pas om 4:15. Ik heb gisteravond nog even gevideobeld met mijn moeder en Lente. Want die is er aan het logeren. Was heel schattig. Ze gaf allemaal kusjes en ze ging helemaal naar me lachen. Op een gegeven moment zei mijn moeder, je mag straks Boomba kijken. Dus ze pakte de Boomba knuffeltje al. Die gooide ze ook een paar keer van me af. Was heel schattig, ging in een stoeltje zitten. Nee, was even heel erg leuk. Dus ja, dat eigenlijk. Verder niet heel veel te vertellen. Er is niet veel gebeurd. Dus ik ga even wat doen. En ik zet jullie wel even bij als ik de groenten ga afhalen. Want verder is het toch niet zo heel handig. Dus ik zal uiteraard nog even de fotospullen laten zien. Dus ik ga eventjes wat doen. Zo, de fotospullen. Ik heb hier de Maybelline Fit Me blush in de kleur 30 roos. Dus die ga ik even fotograferen. Dan heb ik hier het Brown Edition Eyeshadow Palette. En ik heb hier een liquid eyeliner van Catrice in een matte kleur. Dus deze ga ik mooi even fotograferen. Boven best wel veel gedaan. Wat dingen verplaatst. Was wel even zwaar, maar dat is gelukt. Ik heb daarna eventjes, ik heb ook nog even een brief ingescand. Die moest ik nog even doormailen naar mijn coaches. Die heb ik ook al ingescand. Die kan straks op de mail. Dus best wel even wat gedaan. De groente is verder klaar. Dus nu ga ik mooi even foto's maken. Dan is dat ook weer klaar. Hé, ik ben klaar.
Nou ja, ik heb boven dus het een en het ander verbouwd, maar dat heb ik jullie verder niet laten zien. Dat komt wel als het echt af is. De foto's zijn klaar. Ik heb alles geïmporteerd. Ik heb de fotospullen ook al opgeruimd. Toen heb ik nog de la met papier een beetje uitgezocht. Papieren die weg konden, die heb ik door de versnipperaar gedaan. Die heb ik leeggegooid. De katten gevoerd. Ik heb even het retourdoosje klaargemaakt die terug moest naar de bijenkorf. En nou ben ik het zat. Nou vind ik het genoeg geweest. Ik heb hele droge vingers, want ja, dat doet toch allemaal weer een beetje zeer. Ik heb de televisie aangezet, want Ajax gaat straks spelen. Dus ik ga verder nu niks meer doen. Ik ga straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik wie van de drie ga ik mijn nagels lakken en ontvoerd. Ik ga foto's bewerken. Uiteraard ga ik verder met de Sinner seizoen 2 en Witsen. En dat is het ook wel. Ik ga nu in ieder geval even lekker relaxen. Ajax kijken. Aspirintje nemen, want ik heb een beetje hoofdpijn. Maar ik vind het mooi geweest voor vandaag. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien, want ik ga nu verder helemaal niks meer doen. Want ik ga de bank op, want ja, ik heb het eventjes gehad. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze maandag, het is 7 februari. Ik ben klaargemaakt. Ik had een beetje stress. Mijn coach die appte vanochtend dat gezinsleden van haar corona hadden en zij zelf was altijd nog wel negatief getest. Ze is ook geboosterd, dus op zich zou zij gewoon naar buiten mogen, maar zij heeft zichzelf ook in quarantaine gezet en op z'n vroeg zou ze donderdag pas weer kunnen werken. Maar dat was ook maar misschien, want ja, ze wist natuurlijk niet of dat ze corona zou krijgen. Dus ik dacht, shit. Dus ik had Nathalie al gebeld, zou jij misschien wat te eten voor mij voor de deur willen leggen? Want ik had maar tot morgen boodschappen. Toen dacht ik, nou dan ga ik toch mijn vader maar eventjes bellen om te kijken of hij misschien tijd heeft om mee te gaan. Nou uiteindelijk kon hij, gelukkig kan hij morgen niet mee boodschappen doen. Dus ik ga morgen wel boodschappen doen, maar dan met mijn vader in plaats van mijn coach. Want ja, het is anders te onzeker. Dus het is gelukkig opgelost, maar het was even stress. Ik heb gisteravond Wie van de Drie gekeken en op zich was het leuk, maar er kwam op een gegeven moment een opmerking en die vond ik heel erg onder de gordel. Er zaten drie huisartsen en hun moesten dus raden wie de enige echte huisarts was. Dan vraagt Britt op een gegeven moment, ik vind het wel eens lekker om een oxazepammetje te nemen, maar die krijg ik niet van mijn huisarts, die moet ik via dark web bestellen. Kunt u mij aangeven hoe ik deze op een legale manier kan verkrijgen. Nou weet ik dus niet of dat zij dit serieus meent of dat dit een grapje is. Maar bij mij hakte die er eventjes in. Want als jij zegt ik vind het lekker om af en toe een keer een oxazepammetje te nemen, want ik word er rustig van, weet jij niet wat de werking van een oxazepam is. Ik heb zelf oxazepam al jaren voor mijn angsten. En ik kan je zeggen dat is geen grapje, oxazepam. Het is echt wel verslavend. Het is echt sterk spul. Ik weet op een gegeven moment toen ik heb het gekregen toen ik nog in mijn vorige woning woonde. Dus nog niet in deze woonplaats. Toen kreeg ik het niet meer van de huisarts. Toen ben ik daar op gesprek geweest. Toen vroeg ze ook, ben je er verslaafd aan? Nou ja, ik slik er eentje per dag. Ik zou er meer mogen slikken als de angsten heel heftig zijn. Maar ik wil het echt beperken tot eentje per dag. En nou ja, goed, eigenlijk na een heel goed gesprek zeiden ze toen van, oké, je mag het blijven slikken. Maar zo'n opmerking, ja, is dan voor mij echt best wel heftig. Dat ik denk van, ja, voor iemand die ook zijn pam gebruikt, dat iemand daar zo luchtig over doet, dat kon ik dan niet zo goed handelen. Maar goed. Daarna heb ik een stuk van Ontvoerd gezien. Ik ga vanavond daar het laatste deel van kijken, want ik heb het nog niet afgekeken. Ik heb mijn nagels gedaan, ze zijn groen. Ik kan het lakje er nog even bij pakken, want die staat nog in de slaapkamer. Dan lopen we even terug naar de woonkamer, want in de slaapkamer is het licht niet zo fijn. En dat is gewoon die van het kruidvat, deze. Dit is de, even kijken hoor, de 200 palm leaves. Dus die heb ik weer eventjes mooi aangebracht. Nou, ik heb mijn foto's bewerkt. Ik heb zelfs de extra video al in elkaar gezet. Die wil ik morgen online zetten, maar als jullie deze vlog zien, staat die al online.
Ik heb verder, ben ik weer begonnen met The Sinner seizoen 2. Dat is wel even heel erg wennen, want ik was heel erg gewend aan de vaste mensen van seizoen 1. En nu zie je toch weer een aantal nieuwe gezichten. Dus dat was even wennen, maar het was wel heel spannend. Dus het eindigde heel spannend en toen baalde ik wel dat het afgelopen was. En daarna heb ik Witsen gekeken, dus dat was verder de avond. Ik had lekker zwaar, maar dat was heel lekker. Dus op zich was het allemaal wel heel geslaagd. Ik ga nu even een was draaien. Ik ga de kattenbakken doen, de gang en de douche. En daarna heb ik nog een hele grote was om te vouwen. Dus ja, daar zet ik jullie straks wel even bij. Dan ga ik nu eerst eventjes gewoon de dingetjes doen. Dan zijn die gedaan. Dus ja, dat ga ik nu maar eventjes doen. En dan kan ik weer eventjes mooie mijn wassen dingen doen. Dus ja, tijd om wat te gaan doen. Zo, ik ben mooi weer klaar. Ik heb alles gedaan wat ik wilde doen. De kattenbakken, de gang, de wc, de douche. Alles is lekker schoon. De was zit zelfs al in de droger, want die was al klaar. Dus nou, die kan mooi drogen. De was is weggevouwen, nog niet in de kast. Dat ga ik van de week even doen. Want ja, dan heb ik de boel ook al weer omhoog, zeg maar. De trap en zo. Dan heb ik niet zo zin om die weer helemaal naar beneden te trekken. Maar dat is allemaal mooi gelukt. Ik ga zo nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks even video bellen met mijn moeder Nathalie en Lente. Vanavond kijk ik Help mijn man is klusser. Het laatste stukje van Ontvoerd eventjes. Ik moet foto's bewerken. Of nee, artikel inschrijven. En dan moet ik nog eventjes een video inplannen. Verder ga ik sowieso de Sinner kijken en Witsen. En als ik dan een video belt heb, ga ik eerst even lekker douchen en eten. Dus dat wordt eigenlijk verder ook wel de planning. Dus niet heel bijzonder of zo. Maar wel gewoon lekker. Maar ik ben blij dat alles weer lekker klaar is. Ik heb wel een beetje last van mijn buik. Dus ja, zo even lekker relaxen. En dan even gezellig video bellen. Dat is altijd wel heel erg leuk. Ja, ik ga jullie dan verder ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Ik ben blij dat de klusjes die ik wilde doen af zijn. Dus ja, dat is alweer mooi klaar. Nou, ik ga lekker relaxen. Ik zou bij deze zeggen, dus tot morgen. Goedemiddag op deze dinsdag. Het is 8 februari. Ik ben klaargemaakt. Ik heb alleen nog niks op mijn lippen. Maar dat komt nog. Ik ga zo meteen boodschappen doen. Het is 11:15 nu. Op de minuut af na. En ja, want het is weer tijd voor de boodschappen. Dus ik ben mooi op tijd. Meestal mijn vader wel eerder. We hebben 11:00 afgesproken. Meestal is hij er wel iets daarvoor. Ik had trouwens zondag nog Ajax gekeken en we hebben gewonnen met 3-0, dus dat was wel mooi. Gisteravond heb ik Help mijn man is klusser gekeken. Vond ik ook een beetje bizar, want die man en die vrouw die gingen gewoon gezellig thee zitten te drinken terwijl die klussers aan het werk waren. Dus ze waren wel heel veel thee aan het drinken. Daarna heeft het laatste deeltje van Ontvoerd. Het was wel heel heftig, maar op zich ook wel, ja... Ja, het was heel heftig en zielig, maar het is op zich wel interessant om erachter te zien wat iemand nou bezielt om zeg maar een kindje te ontvoeren. Dat was mijn vader al, die is het al bijna.
Na ontvoerd heb ik mijn artikel geschreven en eventjes de video ingepland. Toen ben ik lekker de Sinner gaan kijken. En daarna heb ik Witse gekeken, dus dat was het ook. Ik ga even schoenen pakken en de boodschappen tassen en dan ga ik zo de deur uit. Dus ik zie jullie dan wel weer als ik terug ben. Dus ja, ik ga dat nu eventjes mooi doen. Weer terug van de boodschap al eventjes hoor. Ik heb eventjes hier nog eventjes een Lidl broodje gegeten en even wat gedronken. Eventjes YouTube gekeken. En nu zal ik jullie even laten zien wat ik heb gekocht. Ik heb ook een boodschap gekeken. Ik heb weer boontjes. Kattenvoer. Broccoli. Schnitzels. Frietsaus, bakboter, een paprika en uien. Bij Kruidvat heb ik deze mascara gekocht. Die is nu was voor een probeerprijs, was nu 10 euro. De Girl Bounce, daar ben ik wel benieuwd naar. Dan heb ik een 6-pak met schoonmaakazijn meegenomen. Ik bel hier altijd mee en het is gewoon ja, heel fijn spul. Dus dat was nu heel goedkoop. Daarom heb ik het meegenomen. Want ja, ik vind het toch wel fijn. Dit is lavendelgeur. Patat. Spekjes. Chocomel. Champignons. Slaapwinken. En aardappelschijfjes. Ik zal dit eventjes opruimen. Dan zal ik gelijk even het boodschappenpakket erbij pakken. Dan kunnen we die ook eventjes uitpakken. Zo, het boodschappenpakket is open. Kijken wat erin zit. Altijd wat papieren. Ik heb hier allereerst frisse citroenkoekjes. Sultana kaneel. Heinz tomato. Ik denk dat dit gewoon tomatenpasta is. Als ik het zo zie. Kijk hoor. Tomatensaus. Oh ja, tomatensaus. Met gerooste knoflook en ui. Badkamer en toiletverfrisser. Kun je denk ik gewoon neerzetten. Lenoir. Pompoenkuppensoep. Desperado's. Is wel 0.0. Met citroen. Citrus zit erin. Ik heb hier zwart-wit snoepjes. Chili con carne schotel. Popcorn. Zoet. Zoete popcorn. Dit zijn afwastabletten. Een tender dark reepje met karamel zeezout erin. Een Heineken 0.0. Een
Dit is van Knorr, Knotje die pat heet. Robijn wasmiddel voor de gekleurde was. Iedere dag shampoo van André Lon. Alle zuinige tabletjes die moet je oplossen in een fles. Dat wordt dan allesreiniger. Dus die kun je gewoon zeg maar erin doen. En een Sportlife Boost Energy Kauwgom. Zit wat alles wat in het pakket. Zit wel een superleuk pakket. Ik ga dit even inruimen. Dan ga ik even stofzuigen. Dan ga ik eventjes alvast een extra video opnemen. Dan ga ik daarna nog even bullet journalen. Het is nog vrij vroeg. Dus dat kan ik mooi nog allemaal eventjes gaan doen. Zo, hier inmiddels alles lekker klaar. De katjes hebben lekker gegeten. Ik heb 2 video's opgenomen. Daarna ben ik nog eventjes voor mijn mus aan de gang geweest. Ik heb even een verhaaltje geschreven en heb een voorkantje voor oktober gemaakt. Die moet ik nog even verder afkleuren. Maar ik ben helemaal in potloodstijl. Ik heb het nu ook met potlood gedaan. Ik vind het zo leuk nu met kleuren weer met potlood. Echt zo raar dat je altijd met stift in je hoofd zit, maar dat je dan potlood ook weer heel erg leuk vindt. Natuurlijk ga ik ook nog met stift kleuren hoor. Maar ik vind potlood toch ook wel erg leuk. Wat ik ook wel heel erg leuk vond, dat deed ik vroeger altijd. Misschien is dat nog wel herkenbaar. Dat je het eerst met stift een lijn maakte en dat je het met potlood inkleurt. Dat heb ik ook wel heel veel gedaan. Dat wil ik ook nog wel weer eens een keertje gaan doen. Maar het was in ieder geval wel een hele lekkere middag. Dus ja, daar ben ik wel blij mee. Mijn nagels zijn wel wat beschadigd, dus ik ga ze vanavond even opnieuw doen. Want ze zien er niet heel mooi meer uit, dus dat wil ik wel eventjes doen. Maar ja, het was eigenlijk allemaal wel heel fijn. Ik ga zometeen nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten maken. Dan ga ik vanavond weer Married at First Sight kijken. Hopelijk wat minder irritatie dan vorige week, maar dat gaan we zien. Verder heb je eigenlijk niks. Ik wil de vlog afmaken, in ieder geval dat die weer klaar staat. Eventjes mijn foto's bewerken en dat is het eigenlijk ook wel. Verder niet heel veel. Ik ga sowieso weer de Sinner kijken en vanavond weer witsen. Dus dat heb ik. Dat wordt verder eigenlijk de televisieavond. Dus verder niet heel veel bijzonders. Wel lekker gewoon goede tijden. Maar dat is het ook wel. Maar ik ben in ieder geval wel heel blij. Ik heb nu wel een beetje last van mijn rug. Ik heb ook best wel veel gedaan, maar dat geeft niks. Het gaat er vanzelf wel weer uit. Vanavond weer een nieuw boek uitzoeken en ik weet nog niet welke, want ik had mijn boek alweer uit. Dus dat wordt ook wel weer leuk. Ik ga bij deze in ieder geval de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Dan gaat er net weer een op de kattenbak. Dit kan er op het rondje met mijn gezicht drukken of op mijn kanaal zelf. Daar staat ook een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video van mij online komt. En hoef je niks meer te missen als je dat niet wil. Vond je deze video leuk? Doe even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien.